Beste mensen, als wethouder werk en economie weet ik als geen ander wat voor mooie bedrijven er in onze gemeente zijn. Binnenkort start de tweede reeks van het populaire programma Heusden in Bedrijf bij Televisie Heusden. Presentator Dick van der Maat neemt u weer mee naar tal van mooie bedrijven. Bent u benieuwd hoe een hoedenzaak, of een restaurant, of een bed and breakfast werkt, of zelfs de carrière wil horen van een zanger in de witte blouse? Kijk dan naar de tweede reeks van Heusden in Bedrijf. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. En verder ken ik hem eigenlijk niet. Maar u hebt geluk als u hier op een zonovergoten zondag in de Vesting Heusden zijn we nu aan de vismarkt. Als er nog een plekje is hier op het terras van ons geluk. Want zo heet het restaurant, terras, etablissement. Ze hebben nog een prachtige mooie kelder onder het pand liggen waar we allerlei dingen kan vieren. Bij ons geluk hier aan de vismarkt in Heusden. Want Milou, ja, die is een beetje van de aparte kaart. Een beetje exotische gerechten en zo. Allemaal heerlijke, fantastische dingen. Niet dat die andere dingen niet lekker zijn, maar Milou, die geeft er net even een extra tintje aan. We hebben natuurlijk, ik zeg het er voor de zekerheid vast bij, heel veel prachtige, mooie horecabedrijven in Heusden en in Heusden-Vesting onder andere. Maar hier bij ons geluk met een haar ertussen. Daar moet u wezen, daar moet u zijn voor het lekkere in het leven. Welkom bij ons geluk in Heusden. We zitten hier bijna 5 jaar, aankomende 1 januari. Ik ben chef van de keuken. Wij zijn een vrij buitenlandse keuken, veel verschillende gerechten. Van Thais tot Mexicaans, tot Zuid-Amerikaans, tot Italiaans, tot Oostenrijks, tot Nederlands gewoon. Eigenlijk voor iedereen wat wils. En dat hebben we in vis, vlees, hoofdgerechten, voorgerechten, vegetarische gerechten zijn we erg uitgebreid in. En zelfs veganistisch doen we tegenwoordig, dus we zijn van alle markten thuis. Ook doen we een lunch, is ook vrij gevarieerd, tot aan luxe broodjes, kroketten, paninis, verschillende soorten soepen. Daarbuiten koken we ook nog wel eens een dagsoepje lekker. Ook doen we lekker veel snackies. Hè? Tot aan een lekkere Oma Bob's bitterbal, tot aan een smulplank, tot aan hammen, kaas, worsten. Dus eigenlijk van alle markten thuis is ons geluk. En naast mij staat Cynthia, dat is onze restaurantmanager. En die, die zit ook al 5 jaar bij ons, gezellig hè? Ja. Ja. Die gaat wat vertellen over de drankjes en over het restaurant. Nou, we staan hier in ons mooie restaurant met heel veel verschillende soorten muurschilderingen die hier al heel lang opstaan. En verder hebben we lekkere wijnen, cocktails, lekker sangria. En ons hart lopen natuurlijk de Aperol Spritz, die vooral lekker veel in de zomer wordt gedronken. En met een lekkere borrelplank erbij is het heerlijk om hier lekker gezellig te borrelen. En natuurlijk lekker een hele avond gezellig uitgebreid te kunnen dineren. En wij zorgen weer voor een hele leuke, gezellige avond voor jullie. Voor u thuis zit er inmiddels alweer een week tussen. Wij hadden nu maar een korte reis, want we komen van de Stadshaven af en we zijn nu aan de vismarkt in ons pittoreske vestingstadje Heusden. We zijn bij ons geluk, daar zitten we aan tafel, Heusden in Bedrijf. We hebben natuurlijk wel het geluk in de gemeente Heusden dat we heel veel prachtige, mooie horecazaken hebben. En dit is er eentje van. Ik heb het al verteld, aan de vismarkt zitten we vandaag. En ik zit hier samen met Cynthia en Milou. En dames, vertel vanaf het begin, hoe is het zo gekomen? Nee, Milou, wij kennen elkaar al een klein beetje. Vertel even jouw geschiedenis in kort. Ik ben hier 5 jaar geleden begonnen als eigenaar. En daarvoor werkte ik hier en ik ben de chef-kok van de keuken ook. En Cynthia is dan de bedrijfsleider. En zo zijn wij hier, zitten we hier samen al 5 jaar, gezellig. Is Cynthia vanaf het begin af aan ook al erbij? Van 5 jaar geleden? Ja, toen werkte ik hier ook al. Jullie werkten hier allebei en toen, maar hoe vertel eens even van, want toen was er een sprake van overname of de eigenaar zei van luister eens, ik moet er vanaf, is het niks voor jou. Zat het ooit al in jouw gedachten om een eigen zaak? Want heb je in principe een horecaopleiding gehad? Ja, ik heb een koksopleiding gehad op de Rode Pannen in Tilburg. Maar een zaak overnemen had ik nooit echt gedacht. Ik dacht, kom je lekker een beetje koken en ik zie het wel. En toen op een gegeven moment kwam de vraag van Milou, je zit hier al jaren. Zou je het willen overnemen? Nou, ik eigenlijk wel gezegd, nou dat doe ik wel even. En Cynthia werkte hier toen al. En toen was dat nog op ambulante basis.
Maar ja, dat werkt eigenlijk zo goed tussen ons dat ik zei van, kom gewoon lekker fulltime bij me. Ja, daar hoefden ze niet lang over na te denken. En want inmiddels dan, als we al die jaren voorbij zijn, hoeveel mensen werken hier nu echt in vaste dienst? Alleen Cynthia. En bij jou in de keuken, je hebt geen vaste sous-chef, nee. Maar stagiaires van diezelfde rooipannen? Ja, stagiaires van de rooipannen, maar ook van speciaal onderwijs. En ik doe het gewoon voornamelijk met ambulant in de keuken, die het leuk vinden om in de weekenden lekker veel te werken. En die snijden voor mij mee de dingen en die kijken mee en die laat ik een beetje op en die blijven dan een jaartje of 3-4 hier hangen. Maar in principe ga ik er dus vanuit dat alles op jouw keukentechnisch terechtkomt. En over hoeveel couverts hebben we dan maximaal per avond? Ja, nu is dat een beetje lastig, maar voor de coronatijd zit je wel tussen de 60 en 70. En vooral dan in de weekenden. En alles? Dus dan voor jou de koude keuken, de warme keuken, desserts, alles komt op jou terecht? Ja, alles. Ja. Maar en hoezo zit je hier dan heel rustig? Dat komt omdat we zijn nu natuurlijk nog niet open, maar ik zit hier tegenover een ontzettend relaxed. Goede voorbereiding, goede mise en place. Ja, goede mise en place maken, op tijd beginnen, 's ochtends vroeg. Ja, dat duurt wel eens tot laat in de avond. Maar ja, de horecavak is zo mooi en de keuken is zo mooi dat het, ja, je krijgt daar gewoon energie van. Ja, maar wat is 's ochtends vroeg? In de zomertijd begin ik ergens tussen 8:30 en 9:00 's ochtends. Niks voor een kok eigenlijk, toch? Nee, dat is eigenlijk nog middernacht noemen we dat. Maar we weten, in de zomer is het hier heel druk. En ja, in de wintermaanden kunnen we een beetje langer uitslapen. Want ik weet toevallig dat je dan ook nog een heel klein stukje moet rijden om hier naartoe. Je woont zelf niet eens boven de zaak. Er zijn jouw ouders die hierboven dan 's nachts nog een oogje in het zeil houden. Dus dan in de zomer, dan heb je echt lange, lange dagen. Ja, dan heb ik hele lange dagen. En dan een uurtje of 4-5 slaap ik. En 7 dagen per week open? Nee, 6. Op maandag is administratiedag. 6 is nog veel hoor. Normale winkel die is gewoon 5 dagen. En dan op maandag ook nog eens een keer administratie erbij. Ja, klopt. En nu, in deze tijd, nu dat het wat slechter weer wordt, dan gaan we op maandag en dinsdag dicht. Dus dan heb ik 2 dagen om bij te komen. Hè. Nou, waarom kan meneer gelukkig dan geen administratie doen op maandag? Wat doet hij? Die loopt hij niet over de vloer? Nee, mijn man die zit lekker op de vrachtwagen. Dat is meer zijn ding en dit is mijn ding. Dus, En hebben jullie ook altijd zo willen houden? Want even inside information, hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen dan? Jeffrey is hier ooit komen eten. Ja, dat ging eigenlijk een beetje nog ouderwets, hè? Nummer op bierwieltje. En daar is een date uitgekomen. En zoveel jaar later zijn we getrouwd. En ja, we hebben altijd de afspraak gehad, hij blijft gewoon lekker op de vrachtwagen nu en ik doe de horeca. Maar kwam toen Jeffrey die kwam hier eten, en kwam de chef aan tafel vragen van, heeft het allemaal gesmaakt? Want hij moet jou toch ooit hebben leren kennen? Nee, ik stond hier in de keuken en mijn keuken zeg maar heeft een open doorgang. En hij tikte langs en zo ging het bierveeltje rond. Wat zo flatteus, zag je dat toen op dat moment niet dat ik daar iets zomaar. Dan had je natuurlijk in de koksbuis en zo'n zwart geruite broek van... En toch is hij overstag gegaan. Ja. Nou, mooi. Ja. En hij heeft ook gewoon helemaal geen... Of jullie hebben geen ambitie om te zeggen van... Nou, we maken daar op een gegeven moment onze eigen... Hij denkt, hij vindt het allemaal wel goed zo. Van, laten we maar lekker, op die vrachtwagen zitten. Ja, ik wil ook geen scheiding natuurlijk. Dus het is wel lekker makkelijk zo. Ja, dan kom je thuis nu en dan heb je nog wat te vertellen aan elkaar. Maar anders het wordt het ook wel saai als je iedere dag met elkaar op de lip zit. Nou ja, want ik denk dat jullie toch elkaar minstens 5 minuten per week zien als ik zo... Ja, meestal is het... hij gaat er 's ochtends of 's nachts uit en ik kom er net in. Zo ja. Ja. Dat is ideaal om het huwelijk in stand te houden. En Cynthia, toen 5 jaar geleden waren jullie in principe in eerste instantie collega's. Ja. Ondertussen is het jouw bazin geworden. Is er iets in veranderd toen? Vrij weinig eigenlijk. Het ging gewoon vlekkeloos allemaal vanzelf over en van nu zijn we baas en of werkt het zo niet? Zijn jullie ook vriendinnen min of meer? Ja, ondertussen wel, ja. Want ik heb een hele kleine horeca ervaring, kan me wel voorstellen dat ooit kan het wel eens knetteren tussen de keuken en de bediening, toch? Dat hebben we ook. Ja, zeker. Oh, ik vloek wel eens tegen de rook en dan word ik kwaad. En dan is het 10:00 en dan heb je de laatste couvert eruit gedaan. En dan zeg ik tegen elkaar, zo lekker gezellig wijntje drinken. Maar waar is het dan op gebaseerd? Van dat die borden niet op tijd de keuken uit zijn? Of dat je zegt van, hoe kan nou de 6 man aan 1 tafel al 6 keer een aparte bestelling? Ja, ik ken het. Zoiets, dat kan. Dat ze in 1 keer 30 man tegelijkertijd opnemen. Ja, en ik sta met eentje, dus dan is het even druk.
Het kan zijn dat er mijn gerechten niet worden gelopen. Het kan zijn dat een gerecht verkeerd aangeslagen is, dat ze dat niet goed hebben gehoord. En dan zij is de restaurantmanager, dus dan pak ik haar zeg maar als eerste. En dan moet zij zorgen dat het voor op de vloer goed gecorrigeerd wordt. Ja, dan lopen wij eens wel tegen elkaar te tieren. Kijk, en als hun alles tegelijk doen, dat is een spelletje hè, in de horeca, dan sta ik in de keuken, maar dan ben ik ook zo gemeen, want dan doe ik ook gewoon alles tegelijk. Oh, dat horen we nou, Cynthia. Ga maar gewoon lekker met mij mee direct. Oh, sodemieter, die zitten elkaar gewoon hier een hak te zetten in die zaak. Nee, sorry, ik weet dat het allemaal zo werkt en dat het een beetje een spel is. Want de gast is ondertussen ook veel eisend geworden. Van, ik wil geen vlees, ik wil geen gluten, valt het mee? Ja, dat klopt wel. Ja. Ja, wordt er heel veel apart buiten de kaart besteld? Nou, dat valt op zich wel mee, maar je merkt wel sowieso veel meer mensen met een allergie. En in hoeverre mensen dan ook echt een allergie hebben, dat is dan nog de tweede vraag. Maar wij proberen er wel altijd rekening mee te houden. En dan wordt mijn moeder er ook niet altijd vrolijk van. Nee, dat snap ik. Ik heb een gerecht en dan moet je ze zo maken. Ja, dat snap ik, want de lat die wordt natuurlijk steeds hoger gelegd. Dan zitten we zitten hier nu in die entourage. Hoeveel tafels hebben we staan? Nu voor 30 personen. En dit is ook echt aangepast aan die zotte tijden waarin we nu leven. Maar, en is dit dan de vloer of hebben we nog meer capaciteit hier? We hebben hiernaast nog een ruimte. Voor? Normaal gesproken kunnen daar maximaal 25 personen in zittend. Maar dat is ook gewoon altijd voor à la carte? Of voor feesten en partijen? Ook. Allebei. Eigenlijk een beetje van alles doen we hier. Feesten, partijen, groepen, condoleances. Maakt eigenlijk niet uit. Alles. Hoe gekker, hoe liever eigenlijk. Ontbijt. En die personeelsplanning, hoeveel mensen lopen er over het algemeen met jou mee? 2 of 3? Dat verschilt een beetje. In een drukke zomerdag staan we met z'n 4 in de bediening. En als het door de weekse dag en het regent, in je eentje. Ja, dan doe je dat gewoon allemaal alleen. Ja, ligt er wel natuurlijk aan of er iets, hoe druk het gaat worden, maar dat weet je nooit van tevoren. Ja, maar dan nog vind ik het een goede mentaliteit, want dan sluit zij wel min of meer bij jou aan. Van min of meer het gezegde van wat er ook gebeurt wordt vanzelf oud jaar. Hè? Van we doen het met z'n tweeën en we proberen er iets moois van te maken. Hieronder zit nog een kelder, hè? Ja, zeker, klopt. Ja, dat is momenteel de route voor naar de wc. Maar voorheen deden we daar ook borrels of een winterbuffetje of een diner. Deden we ook van alles organiseren, maar dat gaat nu helaas. Nee, we moeten eigenlijk weer gewoon terug naar oude tijden. Toen jij hierin kwam, was dit allemaal zo? Of heb je gezegd van nou, die muurschilderingen, of heb je gewoon alles overgenomen en in verder gegaan? Nou, ik heb alles zo overgenomen en die muurschilderingen, dat is allemaal monumentaal. Dus wij mogen daar ook niks aan veranderen. Ja, de kleur is een beetje heuse kleur wat erop zit. Dat moet ooit gedaan worden, een keer geschilderd. Maar ja, ik wil alles in één keer goed aanpakken als iedere keer een beetje. Ja, maar zo ziet het er ook niet uit hoor, alsof er iets aan moet gebeuren. Er wordt hier goed gepoetst, zie ik. Ja, daar doen we hard ons best op. En dan met terras, is dit is de maximale capaciteit of gemeentetechnisch gezien met de vismarkt? Ja, dit is momenteel nu mogen we de 40 gasten. Met de nieuwe regels, maar normaal kunnen er 46, 47 en dan heb ik achter nog een achterterras en dan kunnen een mannetje of 25 nog op. Maar dan zet je een bord voor op het bestaande terras van kom ook eens in onze achtertuin kijken of zo. Ja, ook, of mensen weten het tegenwoordig, dus dan lopen ze al lekker naar achteren door en dan gaan ze daar zitten. Want dat is wel het voordeel van de vesting Heusden, Als het zondag is, dan is het en het is lekker weer, dan is het hier min of meer een pretpark. Hè? Want dan kun je over de koppen lopen. Ja, toch? Ja, daar hoef je niet echt reclame voor te maken. Dan loopt het hier hartstikke vol. Ik kan me voorstellen dat je dan aan het eind van de dag wel kapot bent. Ja, op een drukke zondag wel, ja. Want jij bent niet van jij doet dit, jij doet dat. Je rent zelf net zo hard mee als de rest van de bediening. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dus ik werk net zo hard mee. Ja, nee, maar dat is alleen maar goed ook, want dan wil de rest ook allemaal veel harder voor je werken. Wat loopt er op dit moment het beste in de keuken? Voornamelijk de vegetarische gerechten.
Echt? Hoe komt het? Dat wij heel uitgebreid vegetarisch. We hebben zeven hoofdgerechten verschillend in vegetarisch. En waarvan ook twee veganistische gerechten. Ja, dat is momenteel hot, hè. Mensen eten minder vlees. Dus wij spelen in op de trend. Maar wat is veganistisch? Veganistisch is waar geen zuivel, geen dierlijk product, zeg maar, in verwerkt wordt. Een bierveeltje dus gewoon om op te eten. Ja, ik weet niet meer. Ja, we hebben bijvoorbeeld een kenkpet nu op staan. Dat is bijvoorbeeld rijst met een groentes, rode curry, kikkererwten en bamboescheuten. En dat is helemaal veganistisch en dan met kokosmelk. En er wordt veel om gevraagd? Ja, er wordt heel veel om gevraagd. Ja. En vegetarisch? Want als ik me dan zelf... Ik kom niet verder dan een gevulde portobello om op restauranttechniek te blijven. Maar wat kan ik me daar allemaal bij voorstellen? Ja, we hebben zeg maar een beetje buitenlandse keuken. Dus bijvoorbeeld bij vegetarisch staat nu een spannenkoopta. Dat is een Griekse spinazietaart met feta. Spinazie dan een filodeeg. En daar wordt dan tzatziki bij gesweerd en Griekse olijven. Huisgemaakte tzatziki? Oh, dan moeten we direct even een pannetje meenemen, dames en heren. Heerlijk, ja. Maar en waar komt die interesse vandaan? Dat had je vanaf je opleiding al dat je zoiets had van ik wil verder kijken dan de Hollandse? Ja, ik ben niet van de Tierenlantaantjes en van de sterrenniveaus. Ik ben meer van lekker Bourgondisch. En ik vind gewoon buitenlandse keukens heel interessant. Omdat je daar veel meer met smaken kan, veel meer met kruiden. Ja, gewoon andere bereidingen als gewoon een klassieke Nederlandse of Franse keuken. Maar is dat ook allemaal in Nederland te halen dan? Kan er gewoon via de Hanos, de komische Griekse kruiden of ik noem maar iets? Nee, dat niet. Ik moet wel echt naar een Italiaanse groothandel, Griekse groothandel. Dat haal ik allemaal zelf, ja. Dus daar ben je ook nog eens een keer lekker tijd aan kwijt. Ja. Komt er nog iets hier specifiek uit de buurt van vlees? Of dan zeg je van nou, we hebben hier heus specialiteiten? Hier uit Heusen niet zo. Ik zit in Vlijmendam, daar komen lekker de groentes vandaan, dus dat is wel in de buurt. En de slagen zitten in de buurt, dus dat probeer ik wel allemaal in de buurt te doen. En de asperges bijvoorbeeld in Drunen haal ik als het aspergetijd is. Dus dat proberen we wel allemaal een beetje lokaal te houden. Maar ja, echt grote droge dingen noem ik dat, en de frisdranken, dat komt van een groothandel. Maar en ik zag nu wel op de bar staan de mosselen, die zijn er weer. Dat is natuurlijk omdat de R in de maand zit. Ja. Maar als ik jou zo hoor praten, is dat voor jou ook bijzaak? Want dan denk je van, nou, die mosselen prima, maar bij jou gaat het nog verder dan de mosselen en de carpaccio, toch? Ja, ook, maar ook mensen komen toch wel voor de mosselen, omdat we hebben wel de klassieke mossel erop staan, maar we hebben bijvoorbeeld ook de Thai-stijl mosselen erop staan. Ja, dat is een van de populairste gerechten momenteel, hè? Ja. En die komen dan uit Ierseke? Nee, ja, gewoon bij de vishandel. Ja, dus achteraf misschien toch wel. Een bietje uit Ierseke. Nee, maar hoe is jouw geluksgevoel op dit moment op een schaal van 1 tot 10? Ja, wel momenteel een 8,5 wel, ja. En bij Cynthia? Ik ben ook wel gelukkig hier, hoor. Ja. Nee, daar ben ik heel blij mee, want het zijn belachelijke rare, daar willen we... heus in bedrijf niet aan besteden, want dan kunnen we een marathon-uitzending van maken. Maar het zijn belachelijke tijden natuurlijk. Komt het nog goed? Uiteindelijk komt alles goed, toch? Ja, dat hoop ik wel. Ja, ik heb dezelfde instelling als jij. Maar waar denk je hoe de toekomst eruit ziet? Als we denken over een jaar verder zijn en die corona is wel over weg. En gewoon alles is weer bij het normale, dat we ook weer alles normaal op kunnen pakken. Ja. Ja, dat hopen we. Nou, laten we met die hoop het pand zo dadelijk maar weer verlaten, dames en heren. We waren bij Ons Geluk hier aan de Vismarkt in Heusden. Als u op zondag wil komen, op een zonnige zondag, zorg dat u op tijd bent, want dan is het hier ramvol. En terecht, want hier wordt nog aandacht besteed aan de goede, heerlijke gerechten uit mediterraanse landen, noem het maar op. En u krijgt een prachtige vrouw in de bediening, ja, maar willen mensen nog meer? Dit is Heusden in Bedrijf. Geef me maar aan ons geluk, dat is meer dan een pond goud. Ze passen wel voorop dat je geen luchtkastelen bouwt. Heus in Bedrijf, dames en heren. We zien jullie weer volgende week. Ons Geluk, Vismarkt, Heusden Vesting.